Voorzitter, duizenden jongeren hebben met het project Schools for Life geld ingezameld voor de strijd tegen AIDS. Vandaag is het Wereld AIDS-dag en wordt in de Heineken Music Hall het project knallend afgesloten met Dance for Life. Gaan jullie mee? Er komen ook heel veel bekende artiesten in actie tegen AIDS. Ik ga ze even een paar vragen stellen. Waarom is deze dag eigenlijk zo belangrijk? Nou, omdat het AIDS-probleem, het HIV-probleem is gewoon heel erg groot. Alle ambassadeurs en ook alle jongeren die hier staan, die helpen eigenlijk mee en dragen hun steentje bij om het probleem HIV en AIDS zo klein mogelijk te maken. Al dat geld is dus opgehaald met flesjes wegbrengen, koekjes verkopen, feestjes organiseren. Dat AIDS gewoon stopt. Hier en overal. Want het is heel erg belangrijk. Wij zijn zelf voor Dance for Life zijn we naar Afrika geweest. En daar hebben we gezien wat voor projecten daar worden opgezet. Zeg maar voor mensen die HIV besmet zijn. En daar moeten we met z'n allen aan werken. En daarom zijn wij hier vandaag. Nu breekt het grote moment aan. Er wordt bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald. En het totale bedrag is geworden. Wow. Er is echt super veel geld opgehaald. Op danceforlife.nl kun je nog meer te weten komen over de projecten tegen AIDS. Het feest gaat hier nog even door. Ik ga ook nog even dansen. Doei!